Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki benadrukt verbeteren concurrentievermogen en verhogen verdiencapaciteit. Regering voert total lockdown in tijdens feestdagen. En Instituut First Lady doet donatie aan Korps Politie Suriname. De regering heeft in haar regeerakkoord 2020-2025 opgenomen zich in te zetten voor een stabiele toekomst, welvaart en welzijn voor een ieder. Het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project is hierdoor een stap in de goede richting. Dit project beoogt het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie. Dit is waarop president Chandrika Prasad Santokki dan ook de nadruk heeft gelegd bij de launch van het project op maandag 10 mei 2021. Ons regeerakkoord 2020-2025 vermeldt dat de overheid een belangrijke rol heeft te vervullen in de economie door het scheppen van de juiste voorwaarden voor productie. Dus een faciliterend en randvoorwaarden scheppend beleid. Hierdoor zal dan de private sector sterker ontwikkelen en ook daardoor werkgelegenheid creëren. Hier zie je namelijk de rol die we geven aan de private sector en het bedrijfsleven. Als het gaat om de productie van goederen en diensten, zal de particuliere sector de hoofdrol hierin moeten hebben. De regering committeert zich daarbij aan het zorgen voor de nodige voorwaarden op de gebieden van wetgeving, rechtshandhaving, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, planning en infrastructuur. Op middellange en lange termijn zullen geïdentificeerde groeisectoren versterkt worden. Het gaat om de benutting van de natuurlijke hulpbronnen en de modernisering van de agrarische sector, inclusief de agro-industrie, visserij, bosbouw, bos- en natuurproducten, die allemaal vergroot moeten worden met de moderne technologie en de digitale dienstverlening. Deze moeten allemaal uitgebreid worden met duurzame energievoorziening en het vergroten van de betekenis van toerisme voor de Surinaamse economie. De regering erkent het belang van diversificatie van de economie, productieverhoging en export, als ook het creëren van werkgelegenheid, om zodoende de groei en de ontwikkeling van de Surinaamse economie teweeg te brengen. Om deze doelstellingen te realiseren voert de staat Suriname in samenwerking met de Wereldbank dit project, welk als doel heeft om activiteiten te financieren ter ondersteuning en verbetering van de governance, ter vergroting van concurrentievermogen, met name in de industrie en mijnbouw, agribusiness en toerisme. Volgens de Wereldbank zijn de kleine en middelgrote ondernemingen, meer bekend als de KMO's, belangrijke instrumenten om werkgelegenheid, ontwikkeling van de waardeketen, groei, economische en sociale inclusie en veerkracht te bevorderen. Dit project bestaat uit drie componenten, namelijk, zal eerder aangegeven, investing in small and medium enterprises, SMEs, en value chains in emerging industries. Uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Strengthening the mining sector governance, transparency, accountability and administration. Uitgevoerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En project management and evaluation. En wordt door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap, Technologische Innovatie uitgevoerd.
U ziet een integrale benadering van deze approach. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie richt zich op het verbeteren van managementcapaciteiten, investering in productie, upgraden en support van kleine en middelgrote ondernemingen, als ook directe steun en hervormingen van het investeringsklimaat. Deze doelstellingen zullen gerealiseerd worden door het bieden van business development services voor 160 bedrijven, het versterken van grens aan 70 bedrijven, voor onder andere de aankoop of verbetering van apparatuur, het uitvoeren van productieverhogende investeringen en investeringen om het concurrentievermogen te verbeteren. Het implementeren van een toerisme-strategie en toerisme-gerelateerde activiteiten. Het verbeteren van faciliteiten voor de agribusiness. En het uitvoeren van analytische studies die nodig zijn om de toekomstige hervormingen van het ondernemersklimaat te stimuleren. Hieruit voortvloeiend zal met deze lening ook bewerkstelligd worden dat de volgende targets gehaald gaan worden. We verwachten een stijging van de inkomsten in de geselecteerde kleine en middelgrote ondernemingen. We verwachten hervormingen die doorgevoerd zullen worden op het gebied van regelgeving en beleid. En een bedrag van 1,5 miljoen US dollar aan particuliere en co-investering in competitieve upgrading. We verwachten ook de aanname van een viertal business environment regulations, codes, policies en procedures. En we verwachten ook namelijk dat al de begunstigden hierbij een grote mate van tevredenheid zullen hebben voor wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Diverse schrijvers, en dat benadrukken wij als regering ook, dat vrouwelijke ondernemers wereldwijd de snelst groeiende categorie ondernemers vertegenwoordigen. Vrouwen leveren belangrijke bijdrage aan ondernemerschapsactiviteiten en economische ontwikkeling. In termen van het creëren van nieuwe banen en het vergroten van het bruto nationaal product. Met positieve effecten en op het gebied van terugdringen van armoede en sociale uitsluiting. Daarom geven we hoge prioriteit als regering aan de betrokkenheid van vrouwen bij dit project. Geachte aanwezigen. Op basis van de bovengenoemde gegevens voorziet het project ook in het stimuleren van vrouwelijke ondernemers. En we kijken uit, ministers, ook naar de resultaten daarvan. Dames en heren, u heeft het net gehoord, twee ministers zijn hier aanwezig. Ministeries van Economische Zaken en Natuurlijke Hulpbronnen, die zijn bevoegd om dit project uit te voeren namens de staat Suriname. Dit wordt, zoals u bekend, namelijk de uitvoering van projecten op basis van het principe van public-private partnership. Om het beste uit deze natuurlijke hulpbronnenprojecten te halen ten behoeve van het volk en voor het creëren van betere verdiencapaciteit, past dit project binnen het beleid van onze regering. We vergeten het vaak. En dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Wereldbank. En ik wil benadrukken dat de Wereldbank een keertje bevestigd heeft dat Suriname behoort tot de 17e rijkste land. Puur gebaseerd op indicatoren waarover dit project gaat. De aanwezigheid van onze rijkdommen op het grondgebied. In de bodem, in die blue economy, in open zee. Ja, maar het hebben van al deze hulpbronnen, het hebben van al deze rijkdommen, creëert nog geen welvaart voor het land. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren. Het hebben van goed bestuur, het hebben van transparantie, het hebben van sterke instituten, het hebben van beleid gebaseerd op duurzame ontwikkeling, het hebben van een beleid dat gericht is om de inkomsten uit deze natuurlijke hulpbronnen
te vertalen naar diversificatie van onze economie. Het hebben van een beleid om uit deze inkomsten te gaan sparen in spaar- en stabilisatiefonds voor de volgende generatie. En voor de diversificatie. Die zaken zorgen ervoor dat je als land kan profiteren uit de rijkdommen die er zijn in dit land. En daar brengen wij als regering Santokki-Brunswijk drastische wijzigingen in. En we zijn al gestart met de discussie rond de local content verband houden met die oil and gas industry. Omdat wij willen dat onze bedrijven, onze ondernemingen, de private sector maximaal profijt moet halen uit deze oil and gas industry. En hier gaat het over. Dit is het project wat onze bedrijven in staat moet stellen. Competitiveness, concurrentievermogen, maar ook bedrijven die voldoen aan de internationale standaarden en normen om te kunnen meedoen aan die competitiveness. Want als je niet voldoet aan die internationale normen en standaarden om te kunnen participeren, dan ben je als bedrijf daar, ja. Maar je kan niet meedoen. En zo werken multinationals met hun eigen netwerken die ze worldwide hebben en komen en planten het hier neer. En daarom eisen wij als regering, en gelukkig zien we dat die multinationals ook dat beleid willen volgen, namelijk de betrokkenheid van onze ondernemers bij al deze ontwikkelingen. Alleen moeten we tijdig ons huiswerk maken en zorgen dat we niet buiten de boot vallen. Multinationals, grote ondernemers willen nu investeren voor 2025. En de regering moet niet wachten om morgen te gaan investeren voor 2025. Nu moet je investeren in shorebase. Nu moet je investeren om je bedrijven te brengen naar internationale standaarden met certificeringsprocessen. Zodat ze goederen en diensten kunnen leveren op basis van internationale standaarden. Ministers, ik heb haast hiermee. Vandaag is de launch. Hopelijk niet te laat. Laten we vandaag beginnen. Om te zorgen dat wij die capaciteit gaan brengen naar onze instituten, naar onze private instituten, zodat ze alsnog tijdig kunnen deelnemen aan het proces van local content. Betrokkenheid van onze bedrijven. Om het risico op COVID-besmettingen te voorkomen, geldt er tijdens alle nationale feestdagen een total lockdown. Dit is tijdens een Zoom-persconferentie op zaterdag 8 mei bekendgemaakt door minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De lockdown voor Eid al-Fitr op donderdag 13 mei gaat dan in op woensdag 12 mei om 8 uur 's avonds en duurt tot en met 5 uur 's morgens op vrijdag 14 mei. De bewindsman zegt verder dat aan de ziekenhuizen gevraagd is een afschalingsplan van de reguliere zorg in gang te zetten. Ik moet zeggen dat wij intussen in de afgelopen week ook wat directief hebben gegeven aan ziekenhuizen, aan medische specialisten, uiteraard gevraagd ook voor ons mee te denken om een afschalingsplan van de reguliere zorg in gang te zetten. We zijn wachtende daarop. Iedereen heeft uiteraard eigen inzichten over hoe dat zou moeten. En natuurlijk moet dat op een verantwoorde wijze geschieden. Wij zullen dat niet meer gebruiken als een opdracht, maar meer een verzoek tot een verantwoorde afschaling van de reguliere zorg. Verder moet ik aangeven dat in het kader van de maatregelen die de regering gisteren in de regeringsvergadering in ieder geval tot een unaniem besluit is gekomen, dat in het kader van
de beheersing, maar ook het contact te verminderen tussen mensen en massa mass spreading events, dus massa ontmoetingen ook moet proberen te verminderen. Dat wij als regering gisteren unaniem het besluit hebben genomen dat voor de komende periode, dus tot nader order, alle nationale feestdagen verklaard door officieel, dus alle officiële nationale feestdagen, er een totale lockdown zal gelden. Dat is een belangrijk besluit. Er zijn een paar feestdagen onderweg. Aanstaande donderdag 13 mei hebben we Eid al-Fitr. Daarna hebben we ook Kitty Kotti. Maar vooralsnog moet ik zeggen dat het besluit is dat wij op basis van onze bevindingen uit de praktijk, op basis van de inzichten, besloten hebben om alle nationale feestdagen tot nader orde, dat er een lockdown, een totale lockdown zal gelden. Overige maatregelen die genomen moeten worden, die zijn afhankelijk van de dagelijkse ofwel tweedagelijkse evaluaties door het OMT, welke daarna weer besproken wordt binnen de COVID-clusterministers en de verschillende sectoren en na overleg met commissie DNA COVID worden op korte termijn bekendgemaakt. We hebben een situatie op het moment dat ons presidentieel besluit tot morgen, tot en met morgen geldig is. Dat geen betekent dat we een besluit moeten nemen voor de komende periode. Voor alsnog, totdat het outbreak management team ons niet anders adviseert, geldt een verlenging van deze periode. We kunnen altijd interveneren, maar voor alsnog geldt een verlenging. En uiteraard zullen wij u op tijd op de hoogte stellen indien er drastische wijzigingen of wijzigingen komen vanuit het beleid richting de samenleving toe. Ik wil de samenleving oproepen. We hebben inderdaad de afgelopen week de tweede ronde gehad, de start van de tweede ronde voor vaccinaties. Wij kregen onze tweede tranche van het COVAX-initiatief. Dat is 28.800 AstraZeneca-vaccins. Die kregen wij op maandag 10 mei binnen. En dat betekent dat wij inderdaad weer een kleine aanvulling hebben op onze voorraden. En hetgeen betekent, dus de boodschap naar de samenleving is, we hebben weer genoeg vaccins voor de komende tijd. De volgende tranche die we moeten ontvangen na die van maandag is ergens begin juni. En ik kan de samenleving alleen maar oproepen. U ziet zelf wat de gevolgen zijn van COVID-19. U ziet het aantal besmettingen. We hebben de oproepen gedaan. Er is nog steeds mogelijkheid om u te laten vaccineren. Laat u zich niet afleiden door reus. Laat u zich niet afleiden door misvattingen. Maar volgt u gewoon de officiële ontwikkelingen. Intussen is ook bekend geworden dat de WHO nog een vaccin heeft toegevoegd aan de lijst van emergency use. En dat is het vaccin uit China, genaamd Sinopharm. En hebben wij dus gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden om ook met onze bilaterale relatie als China contact te leggen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus daarover zullen wij u nog updaten zodra we informatie hebben. In elk geval is er interesse getoond vanuit Surinaamse autoriteiten richting de Chinese autoriteiten. De COVID-19-pandemie treft ons allen, zo ook het Korps Politie Suriname. In dit kader heeft First Lady Melissa Santokki Sinashiri op vrijdag 30 april 2021 een donatie gedaan aan het korps. Deze geste omhelst 5000 mondkapjes en 1000 handsanitizers. Hoofdinspecteur Ishita Hunte, zij is tevens hoofd van het secretariaat van het COVID-19-coördinatieteam, nam namens het KPS de donatie in ontvangst. Wij brengen u het volgende verslag. Namen
Namens het Instituut van de First Lady bieden wij het KPS vandaag 1000 handsanitizers en 5000 mondkapjes. Gezien de stijgingen van COVID-gevallen de afgelopen weken, heeft de First Lady gedacht aan het KPS. Ook omdat ze ziet het harde werk dat u allen verricht tijdens de lockdownperiodes. U moet ook beschermd blijven, vandaar dat zij dus namens het instituut deze donatie aan u verricht. Natuurlijk dat u namens het Korps Politie Suriname onze hartstondige dank uitbrengt aan de First Lady. Ik ben blij dat er erkenning is voor het harde, zware werk dat het Korps Politie Suriname moet verrichten onder soms nog zwaardere omstandigheden. Maar desondanks proberen wij ons werk naar behoren te doen. Het is niet altijd even makkelijk, maar daarvoor zijn we er. We zijn gemotiveerd en we gaan natuurlijk door. De berichten liegen er niet om. Ook het KPS heeft te maken met besmette gevallen. Collega's die besmet raken met het COVID-19-virus. En dat heeft natuurlijk ook zijn effect op de bedrijfsvoering, op de operaties. Dus wij zijn heel blij met deze donatie. Ik kan u ervan verzekeren dat het nodig is en zeer zeker goed gebruikt zal worden. Nogmaals onze dank. Brengt u dat alstublieft ook uit naar de First Lady. En we zullen er goed gebruik van maken. Ontvangst, hoe wij het ontvangen, dankbaar. Dankbaar, eigenlijk onvoldoende woorden om te zeggen, om aan te geven hoe dankbaar wij zijn, omdat u zojuist al heeft vernomen bij de ontvangst, dat we echt al de bodem van onze voorraad zagen. Dus deze geste komt op het juiste moment en we kunnen niet anders zijn dan heel erg dankbaar dat deze schenking is gedaan. Exact behoren wij tot die groep die ook het risico loopt gedurende de uitvoering. En wij zijn dan ook mensen, net als alle mensen die het risico lopen en ook behoeftig als het gaat om beschermingsmiddelen. We hebben het niet alleen van onze eigen voorraad, maar ook van donaties. De donaties zijn soms heel veel, soms iets wat minder, maar elke donatie zoals deze ontvangen wij heel dankbaar, omdat wij elke dag, eenmaal 24 uur, beschermingsmiddelen nodig hebben. En om exact te zijn, met een organisatie van ongeveer 2700 medewerkers, dan begrijpt u dat we niet maar enkele beschermingsmiddelen kunnen hebben. Zeker als we weten dat we eenmaal 24 uur, elke dag eenmaal 24 uur, het risico lopen. Met z'n allen. Alle 2700 en meer. Wat wilt u zeggen aan de gemeenschap als het gaat om de lockdowntijden? De lockdowntijden, het is duidelijk, blijf thuis. Blijf thuis, zeker als je geen behoefte hebt. Zeker als er geen noodsituatie aanwezig is. Blijf gewoon thuis. Doorsta die periode, we moeten het met z'n allen doorstaan. Alleen dan zullen we het moment bereiken waarop we weer kunnen stellen van ik ga en sta wanneer ik wil, hoe laat ik wil. Want wij staan bovenop dat wat we noemen COVID-19. Naar aanleiding van het aantal toegenomen COVID-19 gevallen
is het van belang dat de samenleving zich beschermt tegen besmetting. In dit kader wordt op de samenleving een dringend, doch vriendelijk beroep gedaan om in geval van doktersbezoek eerst naar de polykliniek te bellen alvorens zich daar naartoe te begeven. Dit verzoek is ingegeven door het streven van het ministerie van Volksgezondheid om de zorg beter te coördineren en wel door het beschikbare personeel en de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Helpt u mee in de strijd tegen COVID-19? Uw bijdrage is meer dan noodzakelijk. Samen kunnen we overwinnen. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.